Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer de carrière van Fender Junior natuurlijk. Dat is eigenlijk altijd. We gaan weer terugkeren op het veld na lange blessure op het EK. Je paas maar. Oh, net niet weggedraaid. Blessure! Kun ik verder? Nee, 3 maanden geblesseerd. Een gebroken teen. Maar nu kunnen we eindelijk weer spelen. We beginnen natuurlijk als wissel. Best logisch. We staan 4e in de competitie na 6 wedstrijden. En nu staan we 2-0 voor, wel tegen Strasbourg. Dus moet winnen. Hier kunnen we dan gaan. En we scoren. En we maken de 3-0. Volgende, weer goed gedaan. En 4-0. Het kan nog heel veel goals gaan worden. En dan komt hier een heel klungelige 5-0 ook. En 6-0 komt er ook nog. Het eindigt in 6-0. Nog 3 goals waren hiervan gemaakt door Mount. En eentje door Mbappé. Hier tegen Ajaccio wordt het al wat spannender als we erin komen. Er staat 2-1 voor. Hier een goede actie en een prachtige goal van ons. En dat is dan hier even de herhaling. Ik ben nummer 12 natuurlijk. En hier dat prachtige schot en goed in de kruising. En hier komt een klungel. En weer een goal. 4-1. En uiteindelijk maken zij nog wel 4-2. En ja. En dit was dan het einde van deze wedstrijd. Ik ben geprankt. Ik ben geprankt. Of nee, toch niet? Oké, en nu spelen we tegen Benfica in de Champions League. De eerste keer groepsfase van een Europees toernooi. We staan al 2-0 voor. Zij hebben hier wel een aanval en een mooie uitgespeelde goal ook. Maar hij eindigt uiteindelijk wel in 2-1. En dat betekent dat we, nou ja, dat we een wedstrijd in ieder geval gewonnen hebben. Dus wel, we hebben wel grote kans op doorgaan ook. Hier tegen Stade Rennes. We staan nu 0-0 en we komen in als centermid, oké. Hier gaan zij, staat erin. Oh, ah nee, hij scoort. Nee, daar staan we achter. En nu wordt het heel belangrijk. We staan namelijk 3e in de competitie. Heel mooi te zien in deze prachtige stand. Toppie. Dus we moeten aansluiting houden op de nummer 1, 4 punten achter. Dus zwart beeld. Ik kan helemaal niet met mijn vingers knipperen. Maar goed, en ook nog spannende muziek. Ik kan nog steeds met mijn vingers knipperen. En dan gaan we nu door met de video. Hier komt weer de restant van de wedstrijd. Hier komen wij met een goede kans. Oh, kom binnen. Nee. Bijna. Hier kunnen we weer goed weggedraaid en kappen. En oh, net niet. En hier, wat ga ik doen? Ik paas hem wel. 1-2'tje. Schieten. Ja! Yeah! Fucking hell, ja! Yeah! En dan kunnen we hier zelfs nog gaan voor de overwinning misschien. Hier goed. Nee. Maar het eindigt uiteindelijk wel nog in 1-1. Dus niet echt goed. En dat moeten we onszelf gaan herpakken. En dat doen we ook met een 5-2 overwinning op Stade Reims. En wij scoorden zelf ook nog. Lazio is dan de volgende tegenstander. Champions League weer. En dat is altijd wel moeilijk. Maar het kan ook altijd. Hier goed en net niet ingeschoten. Hier goed gedaan. Hier 1-2'tje. Ja, ik krijg hem inderdaad terug. En dan hem wegsturen. Goed gedaan. Schiet binnen. Ja, 1-0. En hier verliezen we het kopduel en komen zij met een heel goed schot, maar wel heel goed gekiept ook. Hier heb je ik hem. En dan schieten. Oh, weer goed gekiept van hun deze keer. Hier, dit is mooi gespeeld. En kan ik dan scoren? Afleggen wil ik, maar dat lukt niet. Hier schot nog en die gaat ook al niet in. Het eindigt denk ik dan in 1-1. En nog een heel grote kans aan het einde en die schieten ze over. En dan is het nu eigenlijk al wel voorbij. We winnen dus met 1-0 van Lazio. Ja, het is nog niet eens afgefloten. Even wachten. We winnen met 1-0 van Lazio. Uit. Dus dat is goed. Daarna winnen we ook nog met 3-0 van Nantes. En met 2-1 van Metz ook. Met 1 goal ook weer van ons, de beslissende. En dan Lazio komt weer. Maar nu de thuiswedstrijd. De 4e wedstrijd van de groep. Hier komt een grote kans gelijk. David schiet naast. Hier, paas maar. We kunnen zelfs wel doorgaan in deze wedstrijd. Als we winnen. En hier, goed gedaan. Oh, bijna. En deze rebound gaat erin. Het is 1-0 voor Paris. Hier, goed gespeeld. Hier, paas maar. Of schiet. Ja, doe maar. Hier, paas maar. En 3-0. Nee, dat niet. Het blijft nu nog 2-0. Kan natuurlijk altijd meer worden. Hier komt geen kans meer. Hier, goed gespeeld. Mooi gekapt en dan worden we weggespeeld. En hebben we een blessure? Nee, dit kan echt niet. We zijn pas net weer terug van de vorige blessure.
En nu zijn we alweer geblesseerd. Ja, we gaan eruit moeten. Eigenlijk ontslag van rust. En de dokter moet komen. Het is geen goed teken. Het zal wel een paar maanden gaan worden, waarschijnlijk, als ik het zo zie. En we worden dus gewisseld. 12 voor 36. Kenny Nagera, ik weet niet wie dat is, die komt erin. En dan staat het nu 2-0. Moet er natuurlijk goed komen, maar de blessure vind ik nu belangrijker. En het eindigt 4-1. Kenny Nagera maakt er ook nog een. 2 maanden geblesseerd, ontwrichte schouder. 6-9 dagen, oké. Okay. Monaco eerst simuleren en 1-1, dat is niet goed. Maar kan ik nog wel een beetje mee leven. Lille is ook belangrijk, ook al niet gewonnen, 2-2. We staan dan op de tweede plek, 1 punt achter Lyon. En nu spelen we tegen Sevilla in de groep. En we zijn al door, maar we kunnen het natuurlijk nog beter maken. We spelen gelijk. Dan winnen we wel van Montpellier met 3-1 uit. En ook 3-1 thuis van Saint-Étienne. En dan komt de Ballon d'Or genomineerde. Wij zitten er niet tussen. Wel Mbappé, onze teamgenoot, maar wij dus zelf niet. Hier tegen Auxerre gaan we ook spelen en we winnen met 3-1 uit. Dan Benfica, laatste wedstrijd van de groep en het wordt ook gelijk. En oké, okay, Mbappé is wel de Ballon d'Or winnaar. Speler van het jaar noemen ze dat in FIFA. Jij wint het! Dan winnen we ook nog met 3-1 thuis van Auguste Nice. Dan zijn we nog heel kort voor de transferperiode. En we hebben Wolfsburg geloot in de Champions League. We verliezen dan van Bordeaux uit. 2-1. Slecht. Oh, wij zitten bij de shortlist van de Team of the Year van 2024. We waren dus wel genomineerd. Lyon is dan heel belangrijk. Dan moeten we ook gaan winnen. En dat wordt ook al gelijk. We staan wel op een eerste plek nu. De trainer zet mij op de transferlijst. Waarom is dat dan? Hij ziet geen toekomst meer in mij. Oké, okay, bijzonder. Nou goed, we komen er nu wel weer in. Eindelijk na 2 maanden. Tegen Angers. Er stonden geloof ik 3-0 of zo voor. Dus het is eigenlijk al beslist. Ja, 3-0 inderdaad. Hier nog goede paal. En pas maar terug. Hakje is prima. Schot is op de lat. Heel goed schot wel. Hier, pas maar. Oh nee, wacht. Ik heb de bal helemaal niet. Dus het team ook niet. Soms zeg ik een beetje iets raars. Maar hier komt de kans. En 3-1 voor Angers. En, oké. Okay, huh? Ik word weer gewisseld. Dat mag niet eens. Ik stond echt net in 5 minuten of zo. En nu word ik weer gewisseld. Het eindigt in 3-1. Ik stond er 3 minuten in. 82e minuut. Ik kom erin. En 3 minuten later weer uit. Hier spelen trouwens uit tegen Saint-Étienne. Moet ook gewonnen worden. Dat kan hier wel zomaar gaan gebeuren met de 1-0. Heel laat in de wedstrijd maken we 1-0. Acuña doet dat dan met een mooie goal. Hier, kijk maar, nummer 6 is hij, blijkbaar. Hier 0,23 verwacht doelpunt, maar schiet hem nog wel heerlijk binnen. Komt hier dan zelfs nog een kans voor 2-0. Hier, dit is heel goed gespeeld. Geen penalty. Dat was toch zeker een penalty? Zou ik denken. Ik werd volgens mij echt vol onderuit gehaald. Maar goed. Ik ga even nog kijken. Dat is toch zeker wel een penalty, lijkt mij. Maar ja, ik word niet gegeven. Hier, we hebben wel nog een corner. Want mijn teamgenoot miste de bal. En dan gaat die bal er alsnog in. Prima. Hebben zij nog een kans. En dan gaan ze hier schieten waarschijnlijk. Hier wel. En dan is het nog 2-1. Maar daar eindigt het ook in. We winnen van Saint-Étienne. Juventus wil mij trouwens kopen. Eens even kijken of zij in de Champions League door zijn. Dat lijkt me wel. Maar tegen wie ze moeten ook. Even kijken. Manchester United. Lijkt me niet dat ik dat wil. Dan wil Sporting mij hebben. En is niet eens top 5 leagues. Dat ga ik niet doen. En Ajax. Ik ben Feyenoord fan. Dus dat ga ik zeker niet doen. Our thoughts got them choking. We are pistol toting. Where the fuck do you think your ass going? We don't care no more. Ik kan niet doen. En Leipzig wil ook nog, heeft ook nog bedacht om mij te willen kopen. Wil ik ook niet heen. En daar, oh, West Ham wil mij ook nog kopen. Maar die brengen uiteindelijk geen bot uit. En dan komt hier een goede dribbel tegen Nice spelen met 2-0 voor.
Laatste minuut en we maken de 3-0. En komt er dan nog een 4-0? Nee, het eindigt in 3-0. Helemaal prima, 3-0 overwinning. En dan verliezen we van Montpellier door 2 goals van Kazri van hun. En dan winnen we wel in de beker. Na verlenging nog. Naar de beslissing van mij. 4-2 van AG Auxerre. Gaat ook weer niet heel goed allemaal. Maar het gebeurt in ieder geval. Want tegen Nice komen wij er weer in. Ook belangrijk. En hebben zij de eerste kans. Het staat als 1-1. En hier kunnen we gelijk gaan counteren. Ben ik snel genoeg? Ja, ik ben heel erg snel hier. En dan kunnen we heel snel gaan sprinten. En dan komt hier de schot. Oh, net niet. De schot. En hier is net niet de kans van Nice. En wordt die bal nog heel raar weggegeven. Maar hier is uiteindelijk de bal bij ons. En kan die het afmaken? Ja, het is 2-1. Dan moet het beslist worden. En in ieder geval geen 2-2 gaan worden. Hier wordt goed verdedigd en goed gekiept. En dat betekent dat we hier kunnen counteren, maar komt niks uit. En dan eindigt het uiteindelijk in 2-1. Best wel spannend was het eigenlijk nog. Maar goed, dan spelen we 1-1 tegen Auxerre. Dat is niet goed. En dan was dit het voor deze video. Vergeet niet te liken en abonneren. En druk ook even op dat belletje, want dan blijf je op de hoogte van al mijn video's.